Nog als je geen nagelknipper in de buurt hebt. Welkom bij TopDocs Smerige Show, waarin Rachel en Albert de meest smerige, leerzame experimenten uitvoeren. Wat ben jij? Gadverdamme, zit je nou je teennagels te knauwen? Hij was een beetje lang. Ja, dat doe ik al heel lang. Nee, dit meen je niet. Albert, doe ja, normaal. Ja, lekker wel. Is lekker, met je vrouwen. Wacht, ik ben ook onder de indruk. Wat dan? Doe het nog eens. Alsof dat normaal is van die heftige roze nagels. Er zit wat nagel op je lip. Ja, dat vind ik lekker om op te kauwen soms. Ja. Doe het nog eens. Kun je dat niet dan met je voet bij je mond helemaal? Ik wil het proberen ook. Kijk. Nou is die weer een stukje korter. Het is handig als je geen nagelknipper in de buurt hebt. Ik krijg dat echt niet naar mijn mond toe. Zo! Nou, ik ben helemaal onder de indruk. Maar we gaan het over nagels hebben. Ja, precies. Want die nagels, want jij zit nu nagels in je... Mm-hmm. Hier, kijk nou. Dat heb je net gewoon van je teen afgebeten. Ja. Maar het is best wel scherp. Is dat niet gevaarlijk om dat door te slikken? Nee, want hij wordt deels nog een beetje zacht in je darmen. En je poept er gewoon weer uit. Ja, maar stel je nou voor dat je een hele grote, scherpe nagel doorslikt. Gewoon echt... Van je grote teen gewoon. Van je grote teen, dan is het wel gevaarlijk. Nee, want je darmen kunnen daar echt prima zichzelf omheen vouwen. Ja, maar je slokdarm niet! Die ook heus wel. Echt waar. En je maag? Kijk, je moet geen spijkers gaan inslikken met echt scherpe punten van ijzer. Maar je nagel is helemaal niet zo hard als je denkt, hoor. Want die bestaat uit allemaal lagen en er zit zelfs sponsachtig materiaal in. Ja, dit hoofdstuk heb ik geleerd. Nee, ik wil het laten zien. Ga jij dat zien? Oké. Okay. Je nagel bestaat eerst uit een soort dekentje. Dat ligt over het vlees. Ja, ja over je nagelbed. Ja, dus je nagelbed. Dus een klein dekentje. Is deze. Oh ja, het dekentje. Beetje kartonachtig, niet heel hard, maar wel een goede onderste laag. Een goede bodemlaag. Daar overheen, je verwacht het niet, het zijn drie lagen. Daar overheen liggen sponsen. En sponsen kan vocht opnemen. Nou, dat is bij je nagel ook zo. Dus een beetje een sponsen gedeelte. Dat neemt vocht op en voedingsmiddelen. Dat heet je keratinelaag. Okay. Zo. Ja. Die plakken we op die bovenste, op die onderste bodemlaag. Op het dekentje. Mag ik ook? Zal ik het gewoon in lijmen, zo? En je nagel wordt dus prachtig opgebouwd in je nagelbed die hier onder je nagelriem ligt. En hier overheen zit dan weer een schubbelaag. En dan hebben we een nagel. Een enorme, prachtige nagel. Hij bestaat dus uit drie lagen. 1, 2, 3. Maar ik mis nog een laag. Welke laag? Een nagellaklaag. Oké. Nou, succes met zo'n klein kwastje. Wacht, ik weet wel iets anders. Hier. Ga eens aan de kant. Ta-da-da-da. Oh, leuk. Prachtige roze nagellak. Als je je nagels lakt, dan kun je zien dat meestal heel snel al eronder een laag ontstaat die niet gelakt is, die vanzelf is gegroeid. Want nagels groeien best hard. In de zomer ook harder dan in de winter. Want ja, hoe kan dat? Hoe warmer het is, hoe harder ze groeien. Net als je haar eigenlijk. Dus als een nagel groeit, dan moet je hem knippen. En nou ja, de helft van de bevolking doet het dus stiekem gewoon met zijn tanden. Zelfs van zijn tenen. Maar je hebt ook hele mooie nagelknippertjes ervoor en vijltjes. Deze is een beetje klein voor deze, dus ik pak eventjes onze enorme nagelschaar. En dan gaan we hem knippen, want hij is gegroeid. Wow. Zo. Wow, hé. Zo. Zo. Een mooi randje vanaf gehaald. Oké, dit is natuurlijk een groot model van een nagel, maar dit is niet een echte nagel. Heb jij nog een nagel? Ik wijs even in af, dan gaan we die onder de microscoop bekijken. Ik heb hier twee mooie om onder de microscoop te leggen. En hier zie je dat schubbelaagje al heel mooi, hè? Ja, het bovenste laagje. Ik zie mijn eigen wimpers steeds. Ga jij eens kijken? Wow, ik zie echt een enorme nagel. Met allemaal rafelige randjes en ook allemaal viezigheid die ik daarnet niet zag. Ja, die viezigheid die zit onder jouw nagels en dat loop jij lekker af te bijten en in te slikken, al die bacteriën. Ja. Smerig. Ja. Het is inderdaad
sowieso om te zien niet echt tof, iemand die nagel bijt. Dus het is wel beter om het niet te doen. En ja, ik moet ook zeggen dat het niet per se alleen maar smerig is. Want het is ook best wel goed om bacteriën binnen te krijgen. Je hebt namelijk heel veel goede bacteriën ook in je lijf, hè? Heus niet alle bacteriën zijn fout. Plus, het is ook wel goed om af en toe je afweersysteem te trainen om te vechten tegen slechte bacteriën. En dat is wat jij jezelf vertelt wanneer je aan je tenenkaas aan het knagen bent. Ja. Dat is oké, toch? Trouwens, nog iets cools over je nagels. Die zijn dus van hetzelfde spul gemaakt als de hoorn van een neushoorn. En hetzelfde spul als je haar. Wordt alleen maar beter, jongens. Eet smakelijk. Check voor al onze smerige video's de Smerige Show afspeellijst. Wat ben jij? Wat ben jij? Gadverdamme, zit je nou je teennagels te knauwen?